Dat Excel een zeer uitgebreide hoeveelheid functies in zich heeft, is niets nieuws. Handig is dat je de functies kunt combineren, zodat je eenvoudig eigen codes kunt maken, voor bijvoorbeeld een factuurnummer of lidnummer, te gebruiken binnen je bedrijf of vereniging. Hoe dat werkt zie je in deze how-to. Als voorbeeld maken we een lidnummer. Maar je kunt het natuurlijk ook voor factuurnummers of andere nummers op deze manier doen. In de kolom lidnummer willen we delen uit deze kolom gebruiken. Die delen maken we in het gele gedeelte met de functie deel. Een voorbeeld waarbij we alleen de eerste kolom gebruiken. In kolom F wil ik twee tekens uit kolom B gebruiken. Typ het is-teken en vervolgens de functie deel. Je typt een haakje openen en klikt op de cel die je wilt gebruiken, in dit geval B2. Na de punt komma geef je met een getal de positie aan waar het deel van de code begint. Ik typ 3. Dan begint het dus hier. Na de punt komma geef je het aantal tekens aan dat je wilt gebruiken. 2 in dit geval. Dat zijn dus deze twee tekens uit deze kolom. Je sluit af met een haakje en drukt op Enter. Deze code wordt nu gebruikt. De bedoeling is dat we meer kolommen gebruiken. In kolom G wil ik het eerste teken uit kolom C gebruiken. Je gebruikt dezelfde functie. Maar geef nu aan dat je het eerste teken wilt hebben en dat het maar één teken moet zijn. In kolom H gebruik ik de gegevens uit kolom D. Dan gebruik ik de eerste 3 tekens. Dat geef je dan zo aan. In kolom I gebruik ik de gegevens uit kolom E. Ik gebruik beide tekens. Dat vul je zo in. Dat kan ook sneller. Om dat te laten zien, kopieer ik eerst deze functie 1 kolom naar beneden en vervolgens naar rechts. En pas steeds in de formulebalk de positie van de tekens en het aantal tekens aan. Met de vulgreep vul ik ook de andere cellen. Om van deze 4 elementen een code te maken, gebruik je de functie tekst.samenvoegen. Dat doe je in kolom A. Je typt is tekst.samenvoegen, typt een haakje openen en vervolgens de cel waaruit het eerste deel moet worden gebruikt, in dit geval F2. Typ een punt komma en geef de volgende cel aan. Dit herhaal je tot je alle delen hebt gebruikt. Sluit af met een haakje en druk op de Enter-toets. Als je een spatie wilt gebruiken, typ je deze op de gewenste plaats in de formulebalk tussen 2 aanhalingstekens. Zorg ervoor dat ook hierna een puntkomma wordt gebruikt. Ook hier kun je de andere cellen vullen met de vulgreep. En als er een nieuw lid wordt toegevoegd, is het betreffende lidnummer ook snel gemaakt. Tot zover deze how-to over het maken van een codenummer in Excel 365.